We hebben in Nederland veel goede doelen. En die goede doelen, ja, die kun je met allerlei manieren besteden. Vanuit Stiphout gaat een plaatselijke inwoner een hele toertocht maken van ruim 7000 kilometer. Jan van der Velde, waarvoor? Ik ga geld ophalen om onderzoek op gang te brengen voor retinoblastoom. En dat is kanker bij zeer kleine kinderen in het oog. En bij een familielid van u is dat geconstateerd? Zeker, dat was bij mijn oudste kleinkind. Toen ze 18 maanden oud was, toen werd de diagnose gesteld dat ze retinoblastoom in haar linker oog had. En dat ben jij? Kun je eventjes vertellen wat dat precies is? Het is een vorm van kanker in je oog. Het komt voor bij 12 kinderen per jaar in Nederland. En het kan alleen ook voorkomen bij kinderen onder de 4 jaar. Dus het is heel zeldzaam. Zeldzame ziekte. Van waar dat idee om te gaan fietsen, Jan, dan? Ik werkte toen nog. En dat heeft wel natuurlijk heel veel gedaan met mij en met de familie. En toen dacht ik van, ik ga nou mijn pensioen, wat kan ik doen? En toen kwam het idee van, ik ga geld inzamelen om het kankeronderzoek op gang te brengen. Want de eerste onderzoeksvraag definiëren, dat is hetgene waar het geld voor nodig is. Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, en dan ga je kijken van, hoe ga je fietsen? En dan kijk je, Italië is ons favoriete land. Dus nou, er moet toch wel Italië in zitten. Maar in Zuid-Europa zijn geen mooie fietspaden. Dus ja, toen kwam ik uiteindelijk uit op gravelbike routes. En dan worden ze ook lang en dan worden er ook heel veel hoogtemeters van je verlangd. Nou, iedere wielrenner hier in Nederland, die kent die routes volgens mij uit de Tour de France en de Giro d'Italia. Ja, er zijn een aantal van die etappes die ik deels ook fiets. Dus ik krijg het echt wel voor me kiezen. Vandaar ook dat ik er 76 dagen over ga doen. Maar heb je dan getraind? Mijn fiets heeft inmiddels al, en ik zelf dus ook, 6.500 kilometer erop zitten sinds september. Ja, maar ja, dat zijn dan allemaal wekertjes hier in de omgeving van Helmond. Ja, dat zijn vlakke wegjes, dus ik kom dadelijk nog voor verrassingen waar ik moet kijken hoe ik daarmee om moet gaan. Maar goed, als je een beetje soepeltjes zit op de fiets, dan moet dat ook wel lukken. Zitvlees kweken? Dat hoort uiteraard. Maar daar zijn die 6.500 kilometer al goed voor geweest. Dus daar zit vlees, daar heb ik wel. Het leuke is, dan moet je ook zorgen dat je onderweg toch slaapplaats hebt. Ga je dan op het idee van Santiago de Compostela werken? Dat je gaat kijken, want ik kijk wel waar ik overnacht? Nee, niet helemaal. Want aangezien de dagetappes vrij lang zijn. Ik zit gemiddeld minimaal 8 uur per dag fietsen. Dus dan heb ik van tevoren wel overal reserveringen, dat ik weet dat ik er kan slapen. Maar inmiddels beginnen langzaamaan de aanbiedingen binnen te komen. Men weet waar mijn stopplaatsen zijn. En dus zijn er nu mensen die zeggen van, oh, ik ken daar wel iemand en die laat jou wel bij hun slapen en zo. Dus dat begint inmiddels langzaamaan op gang te komen. En dat is alleen maar een voordeel, want dan hoef je minder uit te geven en blijft er meer over voor een goede doel. Ja, luister, alle kosten die ik maak voor de tocht, die zijn uit eigen zak. En alles wat ik ophaal, en als ik dan dat gaat naar het goede doel toe. En als ik een gratis overnachting ergens krijg, dan heb ik gezegd, dan stort ik daarvoor €40 in, gaat naar het goede doel. Ja. Want er is een rekening, heb ik begrepen, waar al gedoneerd wordt. Ja, daar wordt al gedoneerd. Inmiddels is de tussenstand al €6.500. Dus dat is hartstikke mooi. En ja, weet je, minimaal moet het verdubbeld worden. Maar ik hoop dat ik zo'n enthousiaste blogverhalen heb. Dat mensen genegen zijn om het bedrag uiteindelijk tot €20.000 te laten oplopen.